Hier, kijk. Oh, dit is precies wat ik nodig had. Kijk, het ziet er toch leuk uit, jongens. Dan heb je toch gewoon echt tafeltje met allemaal spulletjes erop en zo. Nog eventjes. Ja, ja, we hebben hem. We hebben hem. Hey. We hebben een nieuwe villager, jongens. En het heeft zoveel moeite gekost, maar hij staat er eindelijk. Hey, hallo en welkom. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag. Vandaag ben ik teruggekeerd in Content V, jongens. En het is een prachtige dag. Het zonnetje schijnt. Hij is al heel fel. Berend is weer lekker. Gaan het werk, joh. Berend, hè. Goedemorgen, Berend. Dat heb je toch weer een goede deal voor mij. Alle diertjes hier zijn lekker aanwezig. En ik heb er zin in. Vandaag is namelijk de planning, jongens, om voordat ik weer verder ga met het hele bouwbedrijf van mij, om gewoon eventjes wat progressie aan mijn eigen basis te maken. Ik ben al 3 of 2 afleveringen niet meer hiermee bezig geweest. En ik heb gewoon, ik krijg helemaal de kriebels. Ik wil er gewoon helemaal mee verder, weet je. Laten wij dan ook de eerste verdieping hier even afmaken. Door gewoon dit soort kamers te vullen. En mijn slaapkamertje te maken. Waardoor ik ook gewoon eindelijk weer een plekje heb voor mijn bed. Ik heb nu gewoon niet echt een lekker bedplekje. Ik wil dus zelfs eigenlijk ook even een plek maken voor de dieren. Want die hebben ook niet helemaal een eigen huisje als het ware. Is ook een beetje zielig. Maar goed, laten we eerst even wat spullen wegleggen. De andere spullen pakken. En dan gaan we beginnen. Ik heb heel veel rode wol nodig. Maar het ding is, daarvoor heb je zo'n grote poppy nodig. Dat is zo'n hoge hebt. Ik weet niet precies hoe die heten. En je plaatst daar telkens van die boomiel ding op. Dan heb je oneindig veel rode bloemetjes. Maar volgens mij werkt dat niet met een gewoon normaal rode poppy. Laten we dat even testen. Oeh, maar trouwens, die kan je krijgen via gewoon boommielen. Ah, ik heb een plan, jongens. Ik heb een plan. Kijk, want dit werkt niet. Dus we hebben 1 zo'n grote nodig. Ik ben gewoon op zoek naar een simpele, grote, rode bloem, jongens. En oh, je kan hem ook niet krijgen door normaal te boommielen. Ik heb die rode poppies nodig. 1 grote rode bloem. Dan heb ik oneindig veel rode bloemen. A few moments later. Weet je, jongens, ik kon echt nergens een bloemetje vinden die ik precies nodig had. Dus ik ben hier nu bij de base van Nathan en Mika. En als het goed is, hebben zij vast wel bloemetjes. Ja, hier rosebush. Kijk, en ik ga dan ook, in plaats van dat ik het vaste steel, jongens, ga ik gewoon simpel doen. Hier, kijk. Oh, dit is precies wat ik nodig had. Zo, hoppakee. En dan drop ik er gewoon weer 5 in een kist. En dan heb ik er gewoon voor altijd genoeg van deze bloemetjes. Hier, dat waren er maar 5. Zo, dankjewel Nathan en Mika voor het lenen van jullie bloemetjes. Zo, dan keren we terug met 20 van die bloemetjes. Ik ben er oprecht hartstikke blij mee. Laat ik er sowieso even eentje hier in de buurt plaatsen. Zodat die nooit meer verdwijnt. Kijk, vervangen we jou voor jou. Hoppakee, bij Berend. Berend, je hebt een prachtige nieuwe bloem naast je. We hebben altijd een bekkenbloem. En dan nu is het tijd om deze bloem helemaal te misbruiken. En gewoon een stack aan nieuwe bloemetjes te creëren. En dan hier allemaal van die mooie, hoe noem je dat? Die dice uithalen. Kijk, zo. Hoppakee. Dan heb ik 58 van die dingen. Nou, laat ik daar iets meer dan de helft zo voor doen. En dat is meer dan genoeg, jongens. Hier kan ik zoveel nieuwe wol uithalen. Kijk, want ik heb toen van Nathan hier, heb ik heel veel nieuwe wol gehad. Gewoon witte wol. En daarvoor kan ik nu allemaal rode wol maken. Oh, wat nice. En dan heel veel nieuwe red carpets. Kijk, dit is goede toeien. Laten we nu gewoon lekker verder gaan bouwen. Ik begin gewoon in het hele kasteel met overal tapijt aanleggen. En dan niet alleen op de eerste verdieping, maar ik denk ook gelijk op de tweede verdieping en zo. Waardoor ik daarna gelijk daar niet meer op hoef te letten. Als het daar. Dan ligt er overal gewoon simpel tapijt. Kijk, dit ligt er al, maar het is natuurlijk nog niet mooi, want het moet nog een beetje random zoals dit worden gedaan. Waardoor je echt dat 3D tapijt ziet. Een beetje rommelig. Vind ik echt heel leuk. Het leuke is, ik ben van plan om hier een eetkamer te maken. Ik zeg net echt heel leuk, ik geest overal wol doen. Maar ik ben ook al een beetje begonnen met het interieur aan deze kamer. Alleen mijn hout is een beetje op. Mijn spruce hout. Dus ik moet een beetje improviseren door hier in het midden dit te gaan doen. Dan denk je van, maar dat ziet er toch helemaal niet leuk uit. Maar daarom hebben we ook nog dit. Oh. Dit, oh, dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee. Ik dacht, daar kan ik natuurlijk nog carpets op plaatsen. Oh, maar daar heb ik helemaal geen ruimte voor. In ieder geval, dit is een tafel hier. Spreekt voor zich. Dan wil ik een leuke kandelaar in het midden hangen met kaarsen erop. Niet lanterns, maar kaarsen. Enige kut is, hier kan ik niks op de tafel plaatsen. En dat is wel een probleem, jongens. Dus misschien dat ik een ander design moet gebruiken voor de tafel. Maar ik vind dit wel een heel leuk design. Ja, ik kan het op deze manier doen. Dat ik zo de tafel creëer. Dat ik hem zeg maar gewoon wat lager doe. Alleen dan heb je de hoekjes die een beetje uitsteken. Misschien is het dan gek en lijkt het niet meer echt op een tafel. Weet je? Als ik het nou gewoon zo doe. Dit kan. Nou ja, dan kan je wederom niet echt iets op de tafel leggen. En dan lijkt het ook niet meer echt op de tafel, om eerlijk te zijn. Ik struggle, jongens. Ik ben aan het struggle. Ik ga het even helemaal weghalen. Ik kan het ook gewoon zo doen. En dan heb ik gewoon een stenen tafel. Ik denk dat dit echt mijn beste optie is. Dan kan ik er zelfs in het midden, als ik wil, nog een soort kleedje op leggen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet eens nodig. Ik vind dit wel mooi zoals het nu is. Goed, dan stoelen eromheen. En daarvoor heb ik denk ik toch echt meer spruce slabs voor nodig. En spruce doors. Maar ik heb geen spruce hout meer.
Oh, dat meen je. Wat stom. Nou, dan gaan we even naar het winkeleiland. Gaan we even wat kopen en dan kunnen we verder. Oké, zeg me dat jullie nog gewoon hout verkopen. Ze verkopen geen hout meer. Hallo. Ben ik hier helemaal voor saus heen gelopen? Oké, ik heb met Justin afgesproken dat ik het zelf mag hakken. Bij hem. Dus dat scheelt al echt een heleboel dat ik hier gewoon even aan de slag kan. Ik denk als ik deze boom hier gewoon hak en dan terugplant dat het geen probleem is. Ik ben gewoon opgelicht door Kingdom Ford, hè. Jezus, wat een oplichters. En zeggen dat ze gewoon de beste winkel hebben en hout verkopen en zo. En dan is vervolgens het hele winkeltje gewoon leeg. Reageer allemaal even onder deze video. Forden moet ten onder. Ten onder. Oh ja, en like even. We gaan voor 3000 likes. Nou, ik heb in principe 2 stack. Dus laat ik ze ook gewoon 2 diamonds geven uit goede wil. Dat ik hier gewoon even heb lekker mogen hakken. Justin! Justin! Hey! Hey! Hier uit goede wil. Dat ik heb mogen hakken in jullie gebied. Heb ik dit voor jou. 2 diamonds. Yeah. Oh, en nog meer. Dan krijg je nog... Oh, dan krijg je nog een diamond. Oh, zelfs nog 2 diamonds krijg je. Hier. Dankjewel. Dankjewel voor de goede deal. Nee. Oh! Je chestplate! Nee! Sorry. Ik ga een goede chestplate. Was hij goed? Thorns, protection, breaking. Waarom heb je er geen mending op? Ik heb geen geld. Hier, wacht. Hier, krijg je er nog 4 of 3, wat was het? 4. 4, krijg je nog extra. Omdat ik je chestplate heb stuk gemaakt. Nou, hey, joejoe, hè. Pas op voor de powdered snow. Kaatpowdered snow. En muikensoep. Ja. Ik heb een cadeautje voor jou. Je hebt een cadeautje voor me? Ja. Wat? Waar? Kom dan met mij mee. Oh, ik denk, waar ga je heen? Wat is dit? Is dit het cadeautje? Het is een bom! Stop. Wat? Wat is het cadeautje? Dit. Nee, wacht, komt ie. Huh? Waarom hoort een explosie? Hoe kan dat? Verrassing! Gebeurt dat altijd met dit ding? Of zit Anne hier ergens? Huh? Hoe kan dat? Wat heb je gedaan? Hoe kan het dat ik een explosie hoorde? Anne zit hier! Ik wist het! Ja! Ik denk al, huh? Hoe kan ik een explosie precies op dat getimed horen? Is dat iets van Minecraft of zo? Maar jij zat hier. Ik wist dat ik nog mis. Ja, klopt. Oh my days. Nou, leuk prank, jongens. Ja, hij was wel leuk. Ja, was wel leuk. Ik denk, wat hoor ik nou voor oploffing? Hey, maar Anne, jouw boekie over de, je brug, wat ga ik doen? Vind ik prima. Ik wil daarvoor 1 villager. 1 villager is goed genoeg. Is goed. Oké? Okay? Yes. Dus vooraf betalen. Okay. Vooraf betalen. Vooraf betalen, ja. Wat is... Ja, maar... Het gaat om... Wat? Of je mag de helft betalen en de helft achteraf. Betaal je een halve villager en daarna de andere helft. Half. Nee, als je wil mag je al vooraf betalen. En dan ga ik eerst Robin en Justin helpen. Mag ik dat proberen met Beren? Halve villetje van maken? Nee. Dat gaan we niet met Beren doen. Dat gaan we niet met Beren doen. Hey, ik ga verder aan mijn interieur, want anders gaat het regenen. En dat willen we niet. Doei! Nou jongens, we zijn er heel goed van afgekomen. We zijn wat diamonds armor door Justin, maar dat vind ik niet zo heel erg. Maar als je kijkt, hebben we wel 1, 2, 3, 3 en een halve stack spruce. Nou, dat is helemaal top. Laat ik de eerste dan gelijk al gebruiken voor mijn stoelen. Kijk, dan kunnen we nu gewoon die vervangen, want de vloer is natuurlijk ook al dit dark oak. Dus het is een beetje raar als je dan de vloer en de stoelen hetzelfde blok maakt. Dus dit gaat er in dat opzicht gewoon even wat beter uitzien. Dan doen we de trapdoors naast zo. En dan vraag je af, oh nee, de carpets, wat zonder Max. Maar daar kunnen we gewoon normale wol plaatsen. En daarom is het voordeel dat mijn hele vloer al een beetje de combinatie is van carpets en normale wol. Zoals dat daar. Dan gaat het hier helemaal niet opvallen. Stoel, 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 stoel. En nog een stoel. En dan heb ik ook nog deze. Dat we zo kunnen doen. Kijk, dit ziet er toch leuk uit, jongens. Nu heb je toch gewoon echt tafeltje. Met allemaal spulletjes erop en zo. Dan moet ik nog itemframes hebben en dingen. Want dat heb ik bij Nathan en Mika gezien. En dat gaan we natuurlijk gewoon keihard stelen, jongens. Dat ziet er ontzettend goed uit. En dan heb ik er maar eentje voor nodig. Omdat ik me alleen mijn eigen plek natuurlijk zo wil doen. En daar doen we een emerald blok in. Nee, een goudblokje, want we zijn natuurlijk wel de koning, hè, jongens. Kijk, dan gaan we dat op deze stoel doen. Doen we zo. En daarin deze. En die draaien we dan een kwartslag dat het er zo uitziet. Ja! Dit is toch leuk, jongens, zo. Dat je zo zit dan nu. Misschien dat ik wit ooit nog een andere kleur kan maken, maar rood gaat denk ik een beetje te veel zijn, omdat ik ook al de vloer van rood heb. Oh, maar nee, ik heb al die dingen geplaatst. Kijk dit, maar het gaat allemaal kapot weer, omdat er natuurlijk wol onder moet. Nee. Oh, mijn god. Rijt, dat ziet het er
gezellig uit. Het is nog wel heel donker, dus laten we hier even een boekenkast plaatsen. Een soort, ja, grote kroonluchter in het midden. Hier wat details. En dan zien jullie zo meteen hoe het eruit ziet. Alright, het is helemaal gelukt. Ik ben er oprecht heel erg tevreden mee wat het eindresultaat is. Je komt hier binnen en je hebt gewoon een leuk tafeltje staan. Een leuk schilderij daar hangen. Nee, maar ik ben vooral tevreden met de open haard en de boekenkast eromheen. Het is een heel leuk ruimtetje geworden, vind ik zelf. Met leuke tafeltjes. Tafeltjes, één tafel. Met eten, drinken, weet ik wat er allemaal staat. Er zit alleen geen drinken in de bekers, maar dat maakt niet uit. Een leuk plekje met waar iemand iets voor kan lezen of zo. Geen idee. Hier een zijtafeltje waar het eten kan staan. Waar je zeg maar je eten vandaan haalt. Als er mogelijk een ober is of zo. En hierboven natuurlijk de muziekplek. Echter is, heb ik nog geen jukebox, dus ja, die kan ik wel maken. Maar die komt dus hier gewoon nog als we een keer hier voor de lol willen zitten of zo, weet ik veel. Stel we willen een goede roleplay vertonen. Nu is het bedoel om de gang hier een beetje op te vullen. Dan hier ook nog wat leuks te doen. En dan is dit gedeelte helemaal klaar. Dan kan ik die kamers daar gaan vullen. Althans, ik denk dat ik die kamer daar beneden nog even wacht. En dat ik hierna gewoon letterlijk mijn slaapkamer hierboven wil gaan maken. Dat is dus deze kamer. Want dat is dus wel wat nuttiger dan eerst misschien nog een sierkamer. Dat ik gewoon mijn slaapkamer nuttig maak. En daarna denk ik de enchantment room. Oeh, of jullie mogen stemmen jongens. Want zelf twijfel ik er nog over. Je hebt hier natuurlijk achter helemaal. Heb ik die kamer waar ik zei dat ik eerst een wapenkamer wilde maken. Maar daarna zei ik wil de enchantment room hier maken. Zelf ben ik nog steeds een groot voorstander van de enchantment room. Omdat ik gewoon... Dat is net wat nuttiger dan een wapenkamer. Maar laat nu in de reacties weten wat jij liever hebt. Hier een enchantment room of een wapenkamer. Reageer nu. Maar goed, voor nu gaan we dus even doen wat ik zei. En dat is gewoon het gangetje hier regelen. Zodra dat gedaan is, kunnen we naar de slaapkamer. En ik denk dat ik hier gewoon nog een open haard wil maken. Dit is toch een perfecte plek om gewoon een tweede open haard te maken. Enig is dat je er dan wel heel vlak bij elkaar twee hebt staan. Maar misschien is dat helemaal niet erg, joh. Hè? Dat kan geen kwaad, toch? Nou, het ziet er oprecht nog best wel leuk uit. Hij is een stukje breder. Ik heb ook moeten improviseren. Waardoor ik aan de achterkant hier wel een nieuw krap muurtje moest maken. En ja, dat is het enige waar ik niet heel blij mee ben. Maar ja, de keuze was klein. Dus ik kon er ook niet zo heel veel mee. Kijk, dan plaatsen we die nog hier. Zo is dat ook opgelost. Moet ik hier eigenlijk alleen nog even dingen onder plaatsen. Rode wol, maar ja, dat heb ik op het moment even niet. En dan ziet dit er gewoon gezellig uit. Dan dit kamertje hier ga ik een deur plaatsen. Puur omdat ik dit eigenlijk gewoon even een keertje afgesloten wil hebben. Dan oogt het even wat minder leeg als het ware, weet je. En dan kan ik altijd nog beslissen wat ik hier doe. Maar kijk, een deur lost al een heleboel op. Dat dit nu af... Ja, dat oogt zoveel beter. Het feit dat dit muurtje hier is afgesloten. Nou, dan kan ik hier altijd nog beslissen wat ik hier wil hebben. Goed, dit kleine gangetje. En dan door naar de slaapkamer. Deze keer echt. En zo is dat ook gewoon gelijk gefixt. Hatseflats, belicht, mooi. Er moet alleen nog even wat armor erop. Maar dat ga ik nu niet doen. Voor de rest ziet het er gewoon gezellig uit. Wat een verandering nu, hè, als je hier binnenkomt. Het is gewoon, als je nu helemaal vanaf de poort aan... gewoon hier zo bij de ingang binnenkomt... ziet het er gelijk in eerste al een stuk gezelliger uit... dat er een open haartje aan het einde zit. En stel je wil gewoon puur de doorloop maken... richting Robin en Justin, dan is dat toch... kijk dit nou. Er is gewoon niet meer saaiigheid in de buurt... en niks raars of... ja, dat je denkt wat kaal hier binnen of zo. Kijk, dit ben ik gewoon echt heel tevreden mee. Dus ja, dat is mooi afgesloten op naar de slaapkamer. Oh, wacht, trouwens, dat moet ik nog even vertellen. Waarom... ik zei dat ik hier kaarsen ging gebruiken... en geen lanterns, maar ik heb helemaal niet van dat bijenspul. En volgens mij, voor kaars heb je toch van die honeycombs nodig, of niet? Of heb ik dat helemaal verkeerd? Ja, kijk, dan heb je honeycombs nodig en die heb ik niet. Dus dan moet ik wederom langs Kingdom Bay, zodat ik daar even honeycombs kan regelen. Want dan wil ik eigenlijk door mijn hele kasteel verspreid allemaal van die kaars. Dat is veel leuker dan lanterns. Maar goed, hier komt natuurlijk de master bedroom. Wordt hartstikke leuk om een paar kisten, een paar qua barrels. En voor de rest niet zo heel veel bijzonders. En ik denk dat ik een extra groot bed wil maken. Dus gewoon legit dat je denkt van ja, maar waarom is je bed zo groot? Want bedden zijn helemaal niet zo groot in Minecraft. Maar ik denk dat dat juist het leuke is aan het feit wat ik nu wil gaan doen. Als dat mogelijk is. Zo, ik heb een bed gemaakt. Ik heb hem gedeeltelijk een beetje van een plaatje wat ik heb gezien op het internet. Die vond ik zo lijp. Dacht ik, ik bouw hem een beetje na, maar dan in mijn eigen stijl natuurlijk. Dus vandaar, het is, heeft zo'n overkapping. Maar ik twijfel of ik hier ook overkapping wil doen of dat ik dat helemaal dicht wil maken. Op zich kan hij wel helemaal dicht. Maar misschien ziet dat er een beetje gek uit. In ieder geval, nu is het tijd om de andere details hier binnen te maken. Het regent al de hele tijd vet vervelend. Ik heb mijn respawn point wel al gezet. Maar laat ik in ieder geval nachtkastje hier, nachtkastje daar maken. En misschien wat bloemetjes en details en een painting hier en daar, weet ik veel wat. Ik verzin wel iets. Dit is een design die ik ook echt al zo lang gebruik in mijn Minecraft tijd. Een item frame met een torch en daarin zo'n object waardoor het lijkt alsof hij in de torch zit zo. Dat is toch leuk? Alsof hij de torch vasthoudt. En dan denk ik dat dit ook wel zo goed als klaar is, jongens. Als ik het zo zie. Ik mis daar nog die item frames, maar die heb ik op het moment niet. En ik heb ook geen leer, dus dat is ook een beetje vervelend. Hier mogen nog wel details, merk ik, op de grond. Misschien dat ik hiervan gewoon dit doe om het een beetje netjes te houden. Zo. En dan dit ook. Strip.
Ja, kijk, dat ziet er leuk uit. Misschien de randjes ook nog eventjes hier helemaal. Weet je, ik doe dat ook gewoon gelijk. Het is nooit genoeg, jongens. Het is nooit klaar. Oh, alleen is mijn dark oak is op. Nee. Heb ik alsjeblieft nog een beetje in de kist liggen? Anders moet ik nu helemaal boom gaan hakken. Daar heb je toch ook geen zin in. Zeg maar een beetje. Weet je wat? Ik pak gewoon alles hier. Ik hoop dat dit genoeg is. Hé, laten we trouwens ook gewoon gelijk mijn slaapkamer testen. Want het is nacht. Dus dan kunnen we gelijk... Hoppakee. Lekker in het bed slapen. Slaap wel knus, hè, nu. Gewoon hier. Kijk, en dit is ook gelijk even een stukje mooier. Misschien dat ik dan zelfs hieronder gewoon of hier dit kan doen. En daar ook gewoon de prachtige carpets op kan plaatsen. Oh, die heb ik al hier. Hier zo. Ja, dit is top. Dit is top, jongens. Enig is dat mijn hout dus wel op is. Mijn dark ook. Ik moet even een paar bijhakken en dan kan ik de slaapkamer afmaken. Gelukkig is het voordeel van met dark ook werken. Dat zeg maar één boom al gewoon bijna een hele stek is. Hier, ik ben één boom aan het hakken. En ik haal het eruit. Daar komt hij. Als ze hem helemaal gehakt hebben. 54 hout. Ah, trouwens, dat is niet helemaal waar, want ik heb hier ook al een paar blokjes gehakt. Nou, laten we zeggen ongeveer 50 hout. Heb ik gewoon uit één boom gekregen. Hoe chill is dat? Voor de rest heb ik ook nog goed nieuws, jongens. We hebben een bezorging gekregen van Annenet. En dat was namelijk Berendina. Hey, we hebben hem. We hebben een nieuwe villager erbij, jongens. En het is wel een zandheks villager. Dat is het enige nadeel. Dat hij niet in de stijl past van mijn huidige villager zoals hier. Maar dat maakt niet uit. Dit maakt jou gewoon het vrouwtje. Dit maakt dit het vrouwtje. Maar eerst de slaapkamer even afmaken. Daarna kunnen we doorzetten op ons. Onze prachtige Berendina villager. Ik heb hier ook item frames staan. Daar wil ik dan mijn favoriete armor setjes op hebben. Zoals deze. Denk ik. Echter, ja, weet ik het niet zeker. Want ik heb hem eigenlijk altijd aan. Ik moet misschien meerdere soorten setjes maken. Dan kan ik die daar neerhangen. En dan kist hij hier om mijn favoriete gear misschien neer te leggen. Zo. Nou, ik vind het een hele leuke slaapkamer geworden. Ik ben er oprecht tevreden mee. Best wel rood. Maar ja, dat is niet zo heel erg natuurlijk. Mijn spawn point staat. Heb je nog andere ideeën? Laat het vooral lekker in de reacties weten. Maar goed, laten we even de villager pakken. Althans, eerst even mijn spullen weer organiseren. Want ik heb al die spullen hier liggen. En dat is natuurlijk een beetje zonde. En daarna naar de villager. Oké, ik heb mine rails. Ik heb cobblestone. Ik ben klaar om deze villager even naar het plekje te brengen waar hij thuis hoort. Ik denk dat ik ook powdered rails nodig heb, besef ik nu. Maar we gaan kijken hoe ver we komen zonder. Nou, kom op. Gelijk erin, hè. Gelijk erin. Gelijk erin. Niet vals spelen. Niet vals spelen. Erin! Erin! Hoezo ga je er niet in? Nee, waar ga je heen? Nee, kom terug. Nee. Oh, je mag er ook wel heen lopen. Oh, dat vind ik ook prima. Je gaat er maar zelf in. Dat zou het zijn, hè? Nee, erin. Nee. Je mag zo meteen kennis maken met de dieren. Nee! Hé, hey, nu heb je ineens al een baan. Waarom? Waar heb je een baan van gepakt? Die barrel of zo. Fisherman. Ja, dan heb je een barrel gepakt. Ja, godsamme, moet ik dit helemaal weer weghalen? Zo mijn best gedaan. Nee, kom terug. Kom terug. Weet je, ik ga een lead... Kan je die dingen aan een lead doen of niet? Nee. Nee, illegaal. Weg. Weg. Klaar. Hier komen. Kom eventjes gewoon mee, gezellig. Ik ga je sowieso hierheen sturen, dat je al geen andere kant op kan. Hier, kom maar. Zo. Dit is je route. Dit is dit is je bestemming. Hallo. Kom hier. Oké, ik zie dat die barrels... Kijk, dat is zijn baan. Als we daar nou eens van afhelpen. Dat je in ieder geval al geen baan meer hebt. Maar dan moet ik zeker al die stink barrels weghalen. Jemig, hé. Dan moeten ze allemaal weg. En dan moet ik ze daarna weer terugplaatsen. Wat is het leven ook moeilijk soms met villagers. Nou, en nu? Heb je nog steeds een baan? Nee, je hebt geen baan. Kom maar hier. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Het is veilig. Ik heb hier een prachtige baan voor je. Een hele leuke. Kom, alsjeblieft. Ah, nee. Kom nou. We zijn er bijna. Nog eventjes. Nog eventjes. Ja, ja. We hebben hem. We hebben hem. Hey. We hebben een nieuwe villager, jongens. En het heeft zoveel moeite gekost. Maar hij staat er eindelijk. Nou, alles ziet er ook weer normaal uit. Wat verkoop jij voor mij? Maakt me niet uit. We hebben een villager met goede toei erop. Ik ga jou gelijk een nametag geven. Wacht even hoor. Nou, Berend, ik heb een vriendje voor je of vriendinnetje. Maar ik heb eerst een nametag daarvoor nodig. En daar heb ik wat nieuwe emeralds natuurlijk voor nodig. Daarmee kan ik een nametag kweken. Hartstikke leuk. Ja, dan is het zover, hè. Dan hebben we even een anvil nodig. En die staat natuurlijk hier. Stoppen we deze erin. Berendina. Nee, we gaan niet cobblestone Berendina noemen. Zo. Berendina. Hoppakee. Wat een prachtige naam heb je dan. Berendina. In plaats van Berend. Het is wel een zandheks villager. En een zandwicht villager. Maar dat maakt niet uit. En ze is geboren. Wat prachtig. Dan kunnen we ook de dinges aanpassen. Berendina. Alleen nog even met glow ink sex erop. En dan is je helemaal top. Hé, Berend. Je bent gewoon niet meer alleen nu. Kijk eens. Daar is een vrouwtje van jouw soort. Binnenkort gaan jullie kinderen maken. Wordt leuk. Dat wordt heel leuk. Maar goed, voor nu ga ik deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Veel progressie gemaakt aan het kasteel. Een nieuwe villager. Allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Abonneer zeker even als je nog niet hebt gedaan. Kijk ook deze video. Dit is een hele leuke video. Spreek later, glas water. Tot vier flesjes bier.